Hoi, mijn naam is Jesse en ik ben student aan de Hogeschool van Amsterdam. Ben jij nou bezig met je studiekeuze en vind je het lastig kiezen? Wij laten je graag zien wat de verschillen zijn tussen de 5 grootste opleidingen van de faculteit Business en Economie. Als eerste kijken we bij de opleiding HRM. Bij HRM denk ik eigenlijk vooral aan het voeren van sollicitatiegesprekken. Maar is dat ook zo? Sollicitaties, dat is ook een onderdeel van het werk, maar je houdt je eigenlijk vooral bezig met alles wat te maken heeft met het functioneren van mensen binnen bedrijven. En je bent eigenlijk de belangrijkste schakel tussen werkgever en werknemer. Ik ben wel benieuwd hoe het werk er in de praktijk uitziet. We gaan kijken bij Mandy, die al aan het werk is als HRM'er. Ik werk op een HR-afdeling met 15 medewerkers en onze organisatie bestaat uit 1500 medewerkers over het hele land verdeeld. Ik adviseer regiodirecteuren en leidinggevenden over alle facetten van HR. Als ik aan het werk ben, dan komen er verschillende vraagstukken voorbij. Dat gaat zowel over arbeidsvoorwaarden, en dan heb ik een CAO erbij nodig, maar ook over functiebeschrijvingen, functionering van medewerkers, individuele afspraken van medewerkers, wet- en regelgeving, teamontwikkeling. Het gaat echt alle kanten op. Ik vind dat onze mensen het menselijk kapitaal zijn van de organisatie. Het beste uit het menselijk kapitaal van de organisatie halen is dus typerend voor HRM. Ik dacht dat dit ook aan bod kwam bij de opleiding bedrijfskunde. Wat houdt de opleiding bedrijfskunde dan in? Bij bedrijfskunde leer je van alle aspecten in een bedrijf iets. Je leert over de processen, de informatiesystemen en de mensen in een organisatie. Je leert problemen herkennen in een bedrijf, waar het misgaat en hoe je dit kan oplossen. Het verschil tussen HRM en bedrijfskunde is dat de opleiding HRM meer mensgericht is en dat je bij bedrijfskunde ook kijkt naar de hele organisatie en alle processen. Waar kom je dan bijvoorbeeld te werken als afgestudeerd bedrijfskundige? Ik werk als consultant bij een adviesbureau genaamd Ace Company. Wij helpen bedrijven door advies te geven en regie te voeren over complexe wet- en regelgevingprogramma's. We doen dit voor de financiële sector. Bij bedrijfskunde leer je verschillende aspecten van het bedrijf kennen. Je leert heel veel over processen, over systemen en over de mensen die daar werken. Ik kijk hoe ik het bedrijf zo kan inrichten dat het bedrijf kan inspelen op de veranderende omgeving. Het wordt me al wat duidelijker. Een bedrijfskundige kijkt met een brede visie naar organisaties, waardoor je ook op verschillende afdelingen terecht kunt komen als het maar gaat over het verbeteren van processen. Nou, ik ben ook wel benieuwd naar Finance en Control. Een student, Finance and Control, vertelt ons over zijn studie. Mijn opleiding richt zich vooral op de economie in en rondom mijn bedrijf. Dit kan van bedrijfsrecht tot de landelijke economie, maar ook de logistiek zijn. Dit wordt vooral allemaal bekeken vanuit een financieel oogpunt. Een paar kernvakken van mijn opleiding zijn bijvoorbeeld Organizational Design. Organizational Design richt zich vooral op de bedrijfsstructuren en culturen en bijvoorbeeld ook de ethiek binnen een bedrijf. Nog een kernvak is Corporate Finance. Corporate Finance richt zich vooral bijvoorbeeld op risicomanagement, maar ook het analyseren van obligaties en aandelen. Met de opleiding Finance and Control ben je dus echt met finance bezig. Waar komen deze studenten terecht? De functies waar je terecht in kan komen als je de opleiding Finance and Control hebt gedaan, je begint op de financiële afdeling. En vervolgens ga je wat meer specificeren als bijvoorbeeld financieel controller, financieel adviseur. Op financieel risicomanagement kan je focussen. En uiteindelijk hoop je natuurlijk terecht te komen als financieel manager. Ik ben net begonnen bij een internationaal marketingbedrijf. Daar werk ik op de finance afdeling. Mijn doelen daar zijn om de financiële processen te verbeteren. Ze werken op dit moment nog op een ouderwetse manier. Ze sturen nog zelf de mailtjes met de facturen naar de klanten toe. Mijn doel is om dat te gaan automatiseren, dat ga ik niet zelf doen. Ik zoek daar tools voor. Welke manieren zouden dat het meest efficiënt voor het bedrijf zijn? Wat past erbij? Daar moet ik onderzoek naar doen. En dat ga ik dan voor hun uitzoeken. En uiteindelijk rapporteer ik dat naar de financieel manager als een soort van adviesrapport. Ik dacht eigenlijk dat commerciële economie juist gericht was op de cijfers. Hoe zit dat dan? Als commercieel econoom leer je om naar de wensen van klanten en doelgroepen te luisteren en je verkoop- en marketingactiviteit aan te koppelen. De vakken die wij hier krijgen zijn gericht op marketing en sales. Tijdens deze vakken leer je hoe je product onder de aandacht van de doelgroep brengt. Het voordeel van de commerciële economie is dat je bij vrijwel elk bedrijf terechtkomt, omdat elk bedrijf te maken heeft met klanten en een doelgroep.
De meeste commerciële economiestudenten komen of bij een marketing of bij een salesafdeling terecht. Maar heel veel commerciële economiestudenten starten ook hun eigen onderneming. Een eigen onderneming, dat vind ik ook wel interessant. We gaan daarom op bezoek bij Rick. Hij is ondernemer. We zijn nu bij mijn bedrijf Liquel, gevestigd in Amsterdam. 5,5 jaar geleden begonnen. Tijdens de opleiding kwam ik achteraf best wel veel gehad aan salesgesprekken. Saleslessen, commerciële onderbouwingen van je moet toch zo'n traject verkopen met een onderbouwing. Daar heb ik heel veel aan in het dagelijks leven. Op het stukje bedrijfseconomie na natuurlijk ook management en organisatie, wat heel belangrijk is. Ik bedoel, waar ik voorheen alleen was, zijn we nu met 20 mensen. Dus er komt ook een stukje structuur bij kijken, bepaalde rechten en bepaalde processen. Dus dat is voor mij heel nuttig. Nu hebben we de meeste opleidingen gehad. Stel, je wilt graag werken in het buitenland of voor een multinational. Wat kun je dan het beste doen? We gaan praten met een student van AMSIP. I chose the International Business Program because studying abroad is a mandatory component of the study. And this really attracted me because it provides an opportunity for students like me to become more internationally oriented. In addition, the IB program enables me to develop my leadership skills, but also my interest in marketing and event management. During the IB program, you learn how to work in multicultural, but also multidisciplinary groups. And this contributes to understand different perspectives and also methods. International business heeft een internationale scope. Betekent dit dat je na het afstuderen in een internationale omgeving werkt? I'm the founder and CEO of my own startup. We are creating an online platform with the aim to reduce the mismatch between the supply of global higher education programs and the demand for those education programs in the labor market. That's what I do. Especially because of my IT in different parts of the world, we need to overcome cultural barriers. But as well use our time management quite effectively and financial analysis, especially with regards to evaluating the market and other companies that are operating within this market. I would definitely say for the AMSIP, if you are internationally orientated and have a hands-on approach mentality, I would say this degree is definitely for you. Ik ben in ieder geval een stuk wijs geworden over de verschillende opleidingen en waar je terecht kan komen. En ik hoop jij ook. In dit overzicht zie je alle opleidingen nog een keer terug, verdeeld over de verschillende afdelingen binnen een organisatie. Wil je nou meer weten? Kijk dan op www.hva.nl/opleidingen. En hier kan je ze verder vergelijken met de vergelijkingstool. En wie weet, tot bij de HVA dan!